Dag lieve mensen, fijn u weer hier te zien, dan in geestelijke zin, want ik zie alleen maar een camera voor mijn neus met Filip erachter, maar ik weet dat u er bent, om met mij naar het derde deel van deze studie te kijken, volwassen geloof in een volwassen mensheid. Ik wil nog kort met u bidden. O Vader, bron van alles, die ons Christus gaf, uw woord gaf, wat we ook vanavond willen bestuderen, mogen uw geest ons leiden. Ook de mensen aan de andere kant van dit kanaal. In Jezus' naam. Amen. Ik heb u vorige keer even genoemd dat wij niet alleen in deze studie kijken naar onze persoonlijke groei naar volwassenheid, naar de volle kennis van Christus, zoals de Bijbel het noemt, maar en de tegenwerkende krachten erin, maar ook omdat wij onderdeel zijn van een collectieve groei van de mensheid als ras naar haar volgende fase in de evolutie, die we met de Bijbel de Christusmens noemen. Duidelijk in uw Bijbel omschreven, Jezus als niet enige geborene, maar eerstgeborene van een hele nieuwe schepping, staat er letterlijk. En de apostel Paulus die preekt over een moment in de toekomst waar wij niet zullen sterven, maar in een ogenblik getransformeerd zullen worden in het wezen wat God van ons bedoeld heeft, een goddelijk menselijk wezen. Laat ons mensen maken naar ons beeld in onze gelijkenis. Of met de woorden van de apostel in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, waar hij spreekt in een mysterieuze tekst, dat we alle uitzien niet naar de wederkomst van de Zoon van God, maar naar de openbaring, letterlijk het woord voor wederkomst ook, van de zonen Gods en de dochters Gods. In een moment zullen wij veranderd worden. Een ontzagwekkend moment naar de volgende fase die God voor ons bedoeld heeft. En in die fase past een volwassen geloof, een volwassen christendom. Het oude moet wijken, de oude zakken moeten sterven en we hebben nieuwe wijnzakken nodig, zegt Jezus. En de oude vorm van christelijk geloof heeft 2000 jaar lang goed kunnen functioneren, maar het past niet in deze vorm in ons kwantum tijdperk. Daar pleit ik voor. Die ontwikkeling naar volwassenheid, die zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in uw eigen Bijbel, het Oude Testament, waar zich iets vertoont wat wij in de theologie noemen een progressieve openbaring. En sommige mensen die goed lezen ontdekken al dat God in een later tijdstip in het Oude Testament op een heel andere manier met Israël omgaat en ook soms hele nieuwe dingen vertelt die soms in tegenstrijd waren met wat ze vroeger hoorden. Ik heb geen tijd om dit allemaal aan te tonen, maar er zijn een paar kanjes van voorbeelden. Op één kom ik straks even terug. Dus je ziet dat het geloof van Israël zich ontwikkelt omdat zij zich ontwikkelen. Heel mooi zie je het in het eind van het boek Richteren. God had richters over Israël aangesteld. Die moesten het volk in toom houden. Denk eraan, er is een tijd dat uw kinderen regels nodig hebben. Daar vragen ze ook om, ook al sputteren ze tegen. Een kind heeft regels nodig. Een puber heeft ook nog regels nodig. Maar het is niet de bedoeling dat uw volwassen zoon van 25 regels nodig heeft van u. Ja? In de Bijbel zie je hetzelfde. In het begin beseft God dat die kinderlijke mensheid heeft regels nodig, anders wordt het chaos. Onderdeel daarvan is dat het daar niet om gaat, zegt Mozes al. Als hij de geboden geeft, dan zegt hij, deze geboden moet je niet als geboden zien, maar je moet ze zien vanuit je eigen hart. Daar moeten ze functioneren. Nou, de mensen toen zullen gedacht hebben, Mozes spreekt wartaal. Want de mensen begrepen alleen maar, gij zult en gij zult niet. Paulus zegt, een christen die geboden nog nodig heeft, kent Christus nog niet. Want Christus begint bij het stoppen met geboden. Dus de geboden zijn een weg tot aan Christus, zegt hij in Galaten. Gaan die volwassen christenen dan de geboden overtreden? Helemaal niet. Ze hebben ze niet meer nodig. Ze snappen ze. En een mens die het snapt, heeft geen vader nodig die zegt, je mag dit niet, je mag dat niet. Dus typerend voor een onvolwassen geloof, hoe pijnlijk ook voor u, is de behoefte aan geboden. De angst om ze te overtreden en de verantwoordelijkheid die je krijgt als je ze vanuit je hart gaat bezien. Nou, in het boek Richteren zie je dat op een gegeven moment de laatste richter in Israël gestorven is. Dan is er geen richter meer, geen koning meer, geen geboden meer. En er staat er een mooie tekst aan het eind. Daar staat, toen de laatste richter gestorven was, vanaf dat moment deed ieder wat recht was in zijn eigen ogen. De meeste christenen interpreteren dat als chaos. Maar het is waarschijnlijk een profetie van de tijd die komen gaat. Dat er een mensheid komt die het gebod van God op zijn hart heeft. En geen extern gebod meer nodig heeft. De grootste kerkvader aller tijden, Sint Augustinus, zegt in zijn Doctrina Christiana, als iemand uit de Bijbel de liefde heeft begrepen voor God,
je naaste en jezelf, dan heeft de Bijbel zichzelf overbodig gemaakt. Wist u dat? Geen dwaalleraar hoor, geen Ed Meendrink, Sint Augustinus. Een van de grootste kerkvaders. Dus een christen die blijft hangen aan de Bijbel, daar kom ik straks op terug, getuigt van het feit dat hij nog niet naar volwassenheid is gekomen. De Bijbel blijft een goddelijk geïnspireerd boek, begrijp mij goed. Nou, wat ik nu met u ga bespreken is dat volwassen geloof met betrekking tot drie onderdelen van ons geloof. Uw godsbeeld, uw visie op de Bijbel en uw gebed. We gaan eerst kijken naar volwassen godsbeeld. Laat me het volgende gekke verhaal aan u vertellen. Haak niet af. Veroordeel mij niet tot ik me even kan uitleggen. Het is voor mij duidelijk, wat de geschiedenis ook schetst, dat toen de mensheid op deze wereld begon, toen wist ze niks. Ze wist niet of de zon opkwam, was daar ook bang voor of de zon wel of niet zou opkomen. En het is dus duidelijk dat de eerste godsdiensten zonaanbiddingscultussen waren. Offers werden gebracht, opdat de zon als godheid toch maar weer mag schijnen. Men wist het niet. Men wist niet wat het land zou opbrengen. Men wist niet of men te eten zou hebben. Toen heeft de mensheid de goden bedacht. En die goden moesten twee dingen, twee eigenschappen echt heel goed hebben. Let u goed op wat die twee zijn. De goden moesten alles weten, want wij weten niks. En de goden moesten alles kunnen, want wij kunnen niks. Die twee begrippen in de theologie heten de almacht van God. Dat is de omnipotentie van God. En die heten de alwetendheid van God. De omnisciëntie van God. Deze twee begrippen zijn een standaard onwrikbaar onderdeel van de reformatorische traditie tot de dag van vandaag. En ze zijn, schrik niet, niet bijbels. Er is een bijbelstudie ergens van mij op het internet, kunt u het zelf zien, kunt u de teksten lezen. God weet niet alles en ook niet alles van tevoren. En God doet ook niet alles. Dus, maar het is duidelijk dat waar de mens niks kan, een kind kan niks. Waar een mens niks weet, een kind weet niks. Dat God zo moet zijn, die moet vooral alles weten. Dominee, als God dan toch niet alles weet, waar blijven we dan? Ik zeg nou gewoon op weg naar Gods plan, maar op een andere manier dan u denkt. Op een veel volwassener manier. Op een gegeven moment laat God Israël ook een beetje los. Zoals een vader zijn zoon of dochter op een bepaalde leeftijd wat loslaat. En dat moet hij ook doen, anders is hij een slechte opvoeder. Hij pakt niet altijd meer het kind ter hand. Hij voorkomt niet altijd meer de foute keuzes van zijn kinderen. En zelfs als hij weet dat zijn kind een foute keuze gaat maken, laat hij het zelf ondergaan, want daar groei je van. En als het goed is, ontdekt u dat in uw geloofsleven. Iemand zei van de week nog tegen me, dominee, in het begin verhoorde God al mijn gebeden. En nou steeds minder. Ik zeg, nou, dat is echt zo. Je moet je gebed anders gaan zien, maar daar kom ik in het derde punt op terug. Dus God gaat anders met u om als u groeit. Meer als een vader die durft los te laten. Zijn kinderen zelfs de keuzes laat maken. Want straks moeten we met hem toch in de hemelen regeren. Over werelden regeren, weet ik veel. In het universum met Christus heersen. Dus een andere opvoeding. Nou, dus bij een volwassen geloof past een volwassen godsbeeld. Dus als iemand dan zegt, dominee, dus u zegt dat u niet in de goden of in God gelooft. Nou, dan zeggen ik geloof wel in God, maar niet in wat jullie ervan maken. Met andere woorden, jullie godsbeelden zijn voor mij sprookjesachtig, Sinterklaasachtig. En voor mijn ongelovige vrienden al helemaal, die zeggen, ja kom nou, en ik geef ze wel gelijk. Als dokter Paul Davies zegt, ik kan niet om God heen in mijn wetenschappelijk onderzoek, maar het kan niet de God van mijn zondagschool zijn, dan moeten we luisteren. Wat is er mis met die God uit de zondagschool, dominee? Nou, niks, als je de zondagschool zit. Maar als het goed is, moet je in je later leven wel wat verschil gaan zien. Dus, en een godsbeeld. Kijk, ik zeg wel eens, vertel me wat je godsbeeld is en ik weet een heleboel van jou. Ik snap ook toen de mensheid op aarde begon, dat ze met de dood geen raad wist. Dieren gingen dood, mensen wist men veel. Dus toen heeft de mensheid het leven naar de dood bedacht. O, dominee, u gelooft niet het leven naar de dood? Zeg, ik weet het zeker dat het er wel is. Maar jullie vertolking ervan vind ik sprookjesachtig. O, bollig. Hemel. Ja? Nou, dus ik geloof wel in die dingen, maar niet op de manier zoals veel christenen dat kinderlijk vertolken. Er past een ander godsbeeld bij. Nou, vertel me wat je godsbeeld is en ik weet heel veel van jou. Het is duidelijk dat een godsbeeld voortkomt uit de behoefte van een mensheid.
naarmate de mensheid steeds meer gaat weten, bijvoorbeeld, en steeds meer kan, komen we in onze tijd waar we veel meer weten en veel meer kunnen dan toen we nog in berenvellen rondliepen. Dan is het duidelijk dat dat godsbeeld verandert. Als het niet verandert, waarom houdt u dan angstvallig vast aan Sinterklaas? Terwijl u weet dat de man niet bestaat. Gaf Sinterklaas u als kind zo'n veilig gevoel, mij helemaal niet hoor, maar veilig gevoel, was Sinterklaas zo goed voor u, had u echt zo iemand nodig met een lange baard, dat God nog steeds Sinterklaas moet zijn, is dat de reden? Kijk daar niet op als uw vrienden uw godsbeeld niet serieus nemen. En u dan zegt, ja, ze zijn ongelovig. Ja, en het godsbeeld? Nou, als ik kijk met de grote tekst die spreekt over het godsbeeld, Exodus 20, dan lezen mensen over dingen heen. Toen sprak God al deze woorden, dan krijgen we de 10 geboden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde. Dus ook niet van mij, zegt God, nog van wat in de wateren onder de aarde is. En dan staat er verder, gij zult u voor die niet buigen. Ik citeer maar even. God snapt dat wij zonder godsbeeld niet kunnen leven. Een godsbeeld is nodig. We noemen God vader, maar elk zinnig denkend mens weet dat God geen man is, dus ook geen vader. Ook dominee, is God geen vader, is God geen man, hoor ik op een bijbelstudiekring opeens door een oudere dame zeggen. Die heeft haar hele leven in de kerk geloofd dat God een man was en ook een vader. Ik zeg dat is een beeld, het is een van de mooiste beelden. En je mag wel een beeld hebben van God. Dat beeld past op dat moment heel erg bij jou zoals je in het leven zit. Dus als kind heb je een ander godsbeeld dan als puber en dan als volwassene en als ouderen. Dat is logisch. Godsbeeld ontwikkelt zich met je leeftijd. Maar als je nog steeds het godsbeeld hebt van de zondagschool, dan is er toch wat fout gegaan. Nooit vragen gesteld. Nooit bij stilgestaan. Nooit goed doordacht wat je nou tegen andere mensen vertelt. Dus wij mogen wel een godsbeeld hebben. We kunnen niet zonder. Ja. Maar God zegt, buig niet voor dat beeld. Ik ben het niet, zegt God. Denk nooit in je leven dat jouw godsbeeld ik ben. Want ik ben die ik ben, zegt God. Ja. Dus wij mogen voor ons godsbeeld niet buigen. Want als je je godsbeeld maakt van marmer, zodat er nooit een stukje vanaf kan gaan, als je het op je schoorsteen zet tegen iedereen, dat is mijn God, dan zul je de echte ware God nooit kennen. En de Bijbel zei net, de bedoeling van je geloofsgroei is toename in kennis van God. Dus je godsbeeld moet een keer onderuit. Het moet groeien. Het moet plaatsmaken voor een volwassener beeld van God, wat ook past in de tijd en de cultuur waar wij leven. Het kwantumtijdperk. Zo is er het idee van de God van de gaten. Weet u hoe dat werkt? Als de wetenschap geen verklaring heeft voor iets, dan heeft God het gedaan. Nou, die verklaring gaat nou terug tot de Big Bang. Misschien, u heeft zeker van de Big Bang-theorie gehoord. Inmiddels is de theorie aan alle kanten omstreden en eigenlijk niet meer acceptabel. Wist u niet, hè? Want wij lopen achter. De kerk loopt 50 jaar achter de feiten aan. Die is nog bezig met allerlei dingen die de wetenschap al lang gehad heeft. Als de wereld vergaat, zeg ik wel eens, laten we met z'n allen naar de kerk gaan, want dan gebeurt het toch 100 jaar later. Dus het is niet meer waar. De Big Bang is niet meer het grote thema. Maar toen het wel was, zei de Roomse kerk, aha, wat was er voor de Big Bang? Toen was er licht, dat was God. God moest het gat vullen. Maar de grote Stephen Hawking had een verklaring voor het ontstaan van het heelal zonder dat hij God nodig had. Een soort verhaal van de baron van Münchhausen die zichzelf aan zijn eigen haar optilde. Dus daar ga je weer. De God van de gaten die moet invullen wat wij niet kunnen verklaren. Dus het is logisch dat er steeds minder gaten zijn en dat God steeds kleiner wordt, want we gaan kunnen steeds meer verklaren. We moeten dat niet doen. We mogen een godsbeeld hebben. Het is noodzakelijk voor je gebed en voor je praten over God. Het is duidelijk dat mensen op verschillende fases van hun geloofsleven andere godsbeelden hebben. Die moet u niet verketteren, die moet u niet uit de kerk schoppen, die moeten geen aparte kerk stichten, moet bij elkaar blijven. Zoals in een gezin ook jonge kinderen en baby's en ouderen bij elkaar horen te blijven. Het liefst zelfs de oudste er ook nog bij, zoals ze in Italië en Griekenland doen. Maar niet aparte kerken, omdat men elkaars godsbeeld niet verdraagt. Fout, teken van onvolwassenheid, zegt Paulus. Godsbeeld moet groeien. Het volgende onderdeel, wat moet groeien in een volwassen geloof, is een volwassen visie op de Bijbel. Nou,
Hoe was het toen we kinderen waren in het geloof? Ik kan uit ervaring spreken. Ik had de Bijbel nog nooit gezien. Ik wist niet wat erin stond. Ik haalde een oude Bijbel bij mijn neefje, die had er nog ergens in liggen. En ik heb nachten wakker gelegen van sensatie. Ik kon niet meer slapen van opwinding. Alles stond er voor mij in. Het licht straalde eruit. Ik snapte opeens mijn hele leven en het hele leven. En de Bijbel had overal een antwoord op. En de Bijbel verklaarde alles. De Bijbel vertelde zelfs welk voedsel je mocht eten en wat niet. De Bijbel vertelde hoe de geschiedenis echt was gegaan. Wat ik op de HBS had gehoord was allemaal wetenschappelijk sprookje. God had het allemaal in 6 dagen gedaan. En het klopte voor mij allemaal. Ik kwam nooit een tekst tegen die ik niet snapte. Ik kwam geen tegenstrijdigheden tegen. Het was voor mij een magisch boek. Dat is het niet meer. Want Sinterklaas bleek ook niet te bestaan. Dat beeld van de Bijbel had ik toen 100% nodig. En kwam er niet aan. Als u beweerde dat iets niet het woord van God was, nou, ik spuwde vuur. Ik wilde een brandstapel aansteken. Want voor mij was elke letter van God. Toen ging ik theologie studeren aan een universiteit die niet vrijzinnig was, maar geloofde in de inspiratie van de Bijbel. En in mijn eerste semester ging ik er onderuit. Dan hoorde ik dingen die waar zijn, maar die niemand weet. Die hoor je pas als je theologie gaat studeren. En er ging een wereld voor mij open. Maar ik weet nog hoe ik die eerste maanden wat moeite had met die wereld. Hoe ik ergens doorheen moest. En als je er eenmaal doorheen bent, dan blijf je daar zitten en dan kun je verder functioneren. Maar die eerste klap was moeilijk. Ik vond het altijd zo wonderlijk dat die 3 evangelisten altijd hetzelfde vertellen. Soms woordelijk hetzelfde. Oh, dat had God geleid. Tot ik hoorde dat als je goed kijkt, het hele evangelie van Marcus zich bevindt in Matthäus en Lucas. En verder was er nog een 2e onbekende bron, die noemde men in het Duits kwellen, Q. Ik viel op mijn stoel. Maar ja, je kan het zelf lezen als je de tijd hebt. Heel Marcus zit in die andere 2. Dus het is duidelijk dat Lucas en Matthäus het voorbeeld hebben gehad van Marcus en nog wat. En daar hun evangelie op gebaseerd hebben. Het was geen goddelijk ingrijpen dat ze allemaal hetzelfde vertellen. Met hun eigen inzet. Nou, daar ging ik, helemaal onderuit. Nou, en dat bleef maar doorgaan in mijn studie. Dus langzaam veranderde mijn visie op de Bijbel van een magische visie naar een volwassen visie. De kerk waartoe ik behoor zegt letterlijk, de Bijbel bevat de openbaring van God aan de mensen met betrekking tot de verlossing. Punt. En er staat er een zin onder. De Bijbel noodzakelijkerwijs bevat niet waarheid over de historie en over wetenschap. Ze vertelt ons over de verlossing in Christus. Punt. Dit geloof ik met heel mijn hart. Maar als ik het toen had gehoord, had ik het verketterd. De Bijbel is waar over alles. Wat je moet eten, hoe je niet moet eten, wat je moet doen, welke politieke partij je moet kiezen, alles. Welke auto je moet kopen, alles. Niet waar. Dat doet de Bijbel niet. Wanneer je studie gaat doen, dat hoeft geen theologiestudie te zijn, mag ook geschiedenis zijn, dan ontdek je veel. Vooral de laatste jaren zijn er veel vondsten gedaan die belangrijk zijn voor onze visie op het christendom en de Bijbel. Er zijn vondsten gedaan die ons heel veel verteld hebben over hoe de Bijbel is ontstaan. En dat is geen magisch verhaal. Het is wel een verhaal van Gods leiding, maar geen magisch verhaal. Wij noemen de Bijbel het woord van God en ik vind het een levensgevaarlijke uitspraak. Want daarmee gaan gelovigen denken dat alles wat er staat woorden van God zijn. Maar er staan verschrikkelijke uitspraken in de Bijbel. Iemand heeft wel eens gezegd, ook de duivel wordt geciteerd in de Bijbel. Woedende mensen worden geciteerd in de Bijbel. Die wensen, zoals David in een psalm zegt, die zo kwaad is, dat de kinderen van mijn vijand maar tegen de muur mogen worden gesmeten. Dat hun moeders nooit meer kinderen baren. Mogen God het doen? Is dat een woord van God? Nee, het is een mooie beschrijving die de emotie van een gelovig mens beschrijft en wat hij ermee moet doen. En zo wemelt het van de voorbeelden. Wij weten nu gewoon, hoe moeilijk het ook voor u is, dat de schrijvers van Genesis het verhaal, wat wij een mythe noemen, hebben overgenomen uit veel oudere mythes die teruggaan tot Sumerië. En dat kunt u zo zien als u die boeken leest. Er zijn dingen veranderd, die door Israël veranderd zijn, die van fundamenteel belang zijn en die weer het bewijs leveren dat deze schrijvers geïnspireerd dat gedaan hebben. Want ze openbaren net even hogere waarheid dan we die oude verhalen vinden. Maar we weten dat Genesis mythe is en geen geschiedenisverhaal van de schepping van de aarde. Ik heb de tijd niet, maar ik kan het uit uw eigen Bijbel in Genesis zo aantonen. Sommige kinderen tonen het u aan. Genesis is mythe. Waarheid, want mythe is waarheid. Maar een bepaalde symbolische taal
waarin evenoude waarheid gevonden kan worden. En ik ga het binnenkort weer om mijn eigen kerk doen. Elke keer als ik het doe, lig ik wakker van opwinding. Want het verhaal is sensationeel. Er is geen science fiction verhaal wat kan tippen aan wat Genesis werkelijk vertelt. Maar het is waar. Het gaat over de oudheid van deze aarde en de beginnende mensheid. Maar niet van in 6 dagen deed God dit alles. Als u al weet dat die dagen pas later geschapen zijn, dan weet u al dat die dag iets anders is. Maar goed, ik heb die tijd nu niet. Er zijn genoeg studies ook op te vinden. Als ik dit vroeger had gehoord, had ik gezegd, ketters, ga weg, niet geloven. Alles heeft God in 6 dagen gedaan. Moet allemaal waar zijn. Dus bij een kinderlijke visie op de Bijbel, moet alles in de Bijbel waar gebeurd zijn. Ik zeg u, wij weten niet of Mozes ooit bestaan heeft. Er is eerder bewijs voor het tegendeel. Wij weten niet, ook de Joden niet, of Abraham ooit geleefd heeft. En in het ergste geval, wij weten niet of Jezus van Nazareth ooit bestaan heeft. Er was een tak van de vroege kerk in het eerste eeuw, een gnostische tak, die geloofde niet dat Jezus ooit op aarde was geweest als Jezus van Nazareth, maar ze waren oorspronkelijke, echte christenen. Zij zagen hun christelijk geloof en de waarheid daarin van de verlossing zelfs los van de historiciteit van Jezus. Ik ben overtuigd van de historiciteit van Jezus, hoor. Pak mij er niet bij. Maar ik merk dat het niet het belangrijkste is. Ik vroeg aan mijn vrouw, ik zeg, Kobi, als je moest kiezen, wat is voor jou het belangrijkste? Dat wat de opstanding vertelt of dat het waar gebeurd zou zijn? En mijn vrouw spontaan zei, dat wat het me vertelt. Dat verandert mijn leven. Niet of het waar gebeurd zou zijn, want nogmaals, er is geen bewijs voor die dingen. En als iemand zegt, ik geloof het niet omdat het in de Bijbel staat, ja, dan kunnen we dat niet tegenspreken. Dat ik het wel geloof, dus ook geloof. Ik zag eergisteren bij Andries Knevel ook weer een wetenschapper, een hele beroemde wetenschapper met een hoge IQ, die volgens mij toch de fout inging. Want zijn collega's vroegen, hoe kan je nu als wetenschapper in een Bijbel geloven? Je weet waar die vandaan komt. Nou, toen gaf hij een antwoord. Hij zegt, ja, de Bijbel vertelt dat. Echt een dom antwoord. Iedereen met een beetje IQ hoort dat de hoogleraar professor dokter een fout maakt, die hij niet maakt in zijn wetenschappelijk zijn. Hij scheidt dus zijn geloofsleven van de kritische geest als wetenschapper. En zijn collega's hoorden dat en het was dus helaas een antigetuigenis. Want als jij zegt, ja, maar de Bijbel zegt dat hij geïnspireerd is, dan noemen we dat een petitium, een redenering, die een cirkelredenering. Want iemand zegt dan, ja, maar jij gelooft dat de Bijbel echt waar is. Ja, maar nou zeg je, nou gebruik je dat als bewijs om te vertellen dat hij waar is. Fout. Fout. Er is geloof nodig in die dingen. Dus een volwassen geloof, ik zelf geloof wel dat Mozes heeft bestaan, er is trouwens nieuw bewijsmateriaal, wat het wel suggereert, doet er verder niet toe. Het maakt voor mij niet uit of dat waar gebeurd is. Het verhaal verandert mijn leven tot de dag van vandaag. Ik zeg pas tegen mijn vrouw, ik kan de waarheid van de Bijbel niet loochenen. Ook al kunnen we er geen bewijzen voor vinden, het bewijs is dat het tot de dag van vandaag mijn leven totaal veranderd, niet alleen veranderd heeft, maar ook nu. Kan ik een ding in de Bijbel lezen, dan weet ik, dit verzinnen mensen niet. De religie die ontstaan is uit Jezus van Christus, kan nooit door mensen zijn bedacht, want het staat haaks op alle religies ter wereld. Een mens verzint dit niet. De waarheid in dit boek, van de eerste bladzijde tot de laatste, dat galmt door mij heen als, al komt er geen bewijs voor, al komt het tegendeel ervan, dit is van God afkomstig. Maar niet deze tekst. Of deze woorden, nee, de boodschap. Nou, die visie hoort bij een volwassen kijk op de Bijbel. En daarmee kun je eerlijk toegeven dat er hele rare dingen in de Bijbel staan, hoor. Dingen die gewoon niet kloppen. Ik had er zelf één gevonden, maar ik kan hem nou niet terugvinden. Even kijken, die staat in Exodus 24, vers 4. Ik ga hem niet eens met u lezen. Leest u maar na thuis, Exodus 24, vers 4. Want daar staat een tekst waar niemand een verklaring voor heeft en die u nooit in uw kerk gehoord hebt. Er zijn wel meer, wij dominees weten precies hoe selectief we met de Bijbel moeten omgaan om te voorkomen dat u groeit. Hè? Want in Exodus 24, vers 4, Mozes is net geroepen door God, gaat op weg. Dan staat er, en God zocht Mozes om hem te vermoorden. Nou ja, wat zullen we nou krijgen? Mozes had niks gedaan. God zocht Mozes om te vermoorden. Die vraag is gesteld aan een vrijzinnig theoloog, die zegt, ja, dat is weer het bewijs dat de Bijbel een boek van mensen is. Gewoon een stomme uitspraak. Die vraag is gesteld aan een orthodox evangelisch theoloog, die zegt, Gods wegen zijn ondergrondelijk. Dat is het stomste antwoord wat ik ken, maar goed. En die laatste is gesteld aan een rabbijn. Die gaf het leukste antwoord. Die rabbijn
voor wie de Bijbel een heilig boek is, de Torah, die zegt, ja, een van onze schriftgeleerden heeft een blunder gemaakt. Gewoon een fout, een woord verkeerd. Dat is het meest goede antwoord. Want er staan fouten in de Bijbel en dat zijn er een heleboel. Er staan tegenstrijdigheden in, zo groot. In 1 Kronieken 21 vers 1, dat is de volkstelling, daar zegt God, daar staat, en de Satan verzocht David om een volkstelling te houden. Fout natuurlijk, hoogmoed, arrogantie. En uiteindelijk strafte God hem. Zo kennen wij het. Maar lees nou de versie die ouder is in 2 Samuel 24. Daar wordt hetzelfde verhaal verteld, woordelijk hetzelfde met één verschil. Daar staat, God verleidde David tot een volkstelling. En toen hij het deed, strafte God hem. Wat krijgen we nou toch? Niemand snapt het, niemand leest het. Daar lezen we zo overheen. En toen we nog een kind in het geloof waren, zagen we dit soort teksten niet. We protesteren als iemand zei, de Bijbel is tegenstrijdig. Maar nu, op volwassen niveau, kunt u dat gewoon onder ogen zien. Mijn collega hier in de kerk in Vlaardingen heeft een prachtige preek gehouden. Hij heeft twee keer gehouden, maar dat weten de mensen niet. Over het vreselijke verhaal van de profeet Elisa. Die was kaal en een paar kwaarjongens komen eraan. Die schelden Elisa uit dat hij kaal is. Elisa wordt zo kwaad als profeet van God, dat hij een paar berinnen oproept. Dat kon niet met profetische kracht. En die vreten de jongens op. En mijn collega die Duitser is, zei, daar hebben we in Duitsland een goede term voor. Elia had scheisse gebouwd. Elia deed een grove fout. Elia was als profeet heel ernstig bezig. En het is eerlijk opgetekend in de Bijbel, maar het is geen woord van God. Als iemand gelooft dat een gezagshebber van God, een president, een christelijke president, een voorganger van een gemeente, een christelijke vader, met zulke macht kinderen mag vermoorden, dan zijn christenen levensgevaarlijke terroristen. Onvolwassen bijbelgeloof is echt levensgevaarlijk. Voor een christelijke vader, ja, die zijn dochter mag misbruiken omdat de aartsvaders het ook deden. Een christelijke regering die volkeren mag onderdrukken omdat de Bijbel zegt dat Israël toch moet winnen, bijvoorbeeld. Ja? Als je die visie hebt op Israël, dan vind je alles wat Israël doet goed. Israël is zo ongelovig als de pest, is helemaal afgeweken, maar Israël mag alles doen in uw geloof. Dan zijn wij net als moslimterroristen die het woord van Allah letterlijk nemen. Dan staan er afschuwelijke, levensgevaarlijke dingen in uw Bijbel. Een volwassen geloof maakt onderscheid en zegt, dit heeft God laten optekenen, opdat wij het niet doen. Want je hart zegt, een mens hoort dat niet te doen. Een vader hoort zijn kind niet te pakken, ook al staat het in de Bijbel. Weet u wat u moet doen met een ongehoorzame zoon? Wie van u heeft ongehoorzame zonen? Kijk in uw Bijbel in Leviticus. Ah, daar is er een. In Leviticus staat, neem hem mee naar buiten en vermoord hem. Gaat u het doen? U leest die tekst gewoon nooit. U weet niet half wat er voor gruwelen in de Bijbel staan. Als je met volwassen geloof naar de Bijbel kijkt. Als kind zie je het niet. En veeg je iedereen onder de mat die het maar beweert. Maar de ongelovige leest het wel. En denkt, dit is gevaarlijk. Onvolwassen geloof, vind je de Bijbel, is levensgevaarlijk. Volwassen geloof is liefde. En dan snap je het. En dan hoor je ook nu nog Gods woord. Maar als uw prediking steeds bestaat uit het onvolwassen woord, levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ik hoorde pas een bekende predikant, ik noem geen naam in Nederland, in een artikel of in een preek zeggen dat president Trump is te vergelijken met koning Kores. Een heiden koning wordt ingeschakeld door God om de waarheid te brengen. Waar baseerde hij het op? Vanwege Trumps positie met betrekking tot Israël. Daar ga ik weer. Als je maar achter Israël staat, mag je alles doen wat je wil. Oorlog, land veroveren, uitroeien, alles. Als je maar van Israël bent. Als je Palestijn bent, ben je altijd fout. Dat doet een onvolwassen geloofsvisie met u. Dus dat hier een volwassen predikant het zo zegt, onbegrijpelijk. Ja? Buiten het feit dat hij de stemmingsbeïnvloeding doet en politieke standpunten gaat neerzetten in zijn preek, gebaseerd op een visie op Israël, die echt niet een algemene visie is, maar gewoon een persoonlijke visie. Goed, genoeg gezegd over onvolwassen geloof. Waardoor zo ontzettend veel mensen in een onvolwassen geloofsvisie op de Bijbel blijven hangen, verklaar ik met het einde van het boek Openbaringen. Moet u eens horen. In Openbaring 22. Er zal zeker iemand mij een mail willen sturen, dus daar voorkom ik hiermee. En mij deze tekst sturen. Daar staat, leest u het na. Een ieder die ook maar enig woord van deze profetie wil wegdoen, van dit boek,
Alle vervloekingen die erin staan, komen over hem. Jezus zegt, vervloek niet. Zelfs uw vijanden niet. Dit is één van de redenen, schrik niet, waarom het boek Openbaring in de vroege kerk niet in de Bijbel had mogen verschijnen. Bisschop Athanasius zei, het hoort er niet bij, het is niet van God. Maar de keizer, de zogenaamd bekeerde keizer van Rome, die zo snel mogelijk die Bijbel wilde hebben, zei, het moet erin. Oké, op bevel van de keizer Openbaring erin, maar neem het niet woordelijk. Nou, nu is men ook nog zo slim geweest in die Roomse kerk van de keizer, om deze tekst uit het boek Openbaring aan het eind van de Bijbel neer te zetten. Dus u zegt tegen mij, dominee, als u ook maar een titel of een jota van dat boek probeert weg te doen, dan zullen alle vloeken van God over u heen komen. Buiten het feit dat mijn God niet zo is, hoor. Ja. Is het een slimme streek geweest van de Roomse kerk, zodat u niks van hun Bijbel, want het is een Roomse Bijbel, af zult doen. Begrijpt u het gevaar van een onvolwassen visie op de Bijbel? De volgende keer, de laatste keer, deel ik een volwassen visie. Ik heb een fouten gemaakt, zegt God. O Heer, zoveel. Dank u voor Christus die me dat vergeeft. Ja, God zegt, zonder fouten leer je nooit skiën. En zonder fouten leer je het volwassen geloof nooit. Fouten horen erbij. Veroordeel jezelf niet. Lach om je fouten. Neem er een vergeving aan. En ga door met oefenen. Wees zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Want je bent zelf degene die straks zal oordelen over je aardse leven. Ik ben het niet, zegt God.